In 5 minuten over, de kortste talkshow ter wereld bij Omroep Tilburg. Filosoof en journalist Ralph Baudelier neemt ons mee, neemt mij mee door de stad. En we spreken mensen die alles te maken hebben op dit moment met de situatie, met de coronacrisis. En om de dag spreek ik Ralph dan zelf weer. Maar vandaag spreek ik met... Dag Ella! Ella Buizen. Hey. Hey. Pieter, hallo. Jij bent van de stichting Buitengewoon Leren en Werken, beter bekend als Prins Heerlijk. En ja. Jullie begeleiden, geven ondersteuning aan jongeren die leerproblemen hebben, die functiebeperkingen hebben. En dat gaat van de detailhandel, de zorg, tot aan de horeca, hè? Nou, dan zijn dat natuurlijk wel sectoren op dit moment die van alles te maken hebben met die crisis. Kunnen jullie, jongeren die jullie begeleiden, hebben jullie daar nog contact mee? Hoe gaat dat eigenlijk? Het was best een flinke impact. Want zoals je weet werken er een hele hoop jongeren in onze horecalocaties die we allemaal hebben moeten sluiten. Ook de winkel op de Kattenrug is gesloten. En het is natuurlijk een flinke... Want wij zijn er juist mee begonnen om voor jongeren te zorgen dat ze een daginvulling hebben. Dat ze leren, dat ze werken. En dat is nu in één keer allemaal weg. En dat is... is wel, dat heeft gewoon flinke gevolgen, want dan moet je in één keer toch iets anders gaan doen met je dag en met je daginvulling. En daarnaast geven we ook lessen en die zijn zoveel mogelijk online. Maar dat is, dus al onze docenten zijn ook in één keer omgegaan naar het geven van online lessen. Nou, dat vind ik ook, ik vind het echt super knap dat iedereen allemaal gelukt is, hoor, moet ik zeggen. De een doet het beter dan bij de ander. Maar die omgeving bijvoorbeeld van de horeca en de winkels en zo, die missen die jongeren natuurlijk heel erg. Hè? En je zegt ook, het is juist zo belangrijk bij jullie manier. Het is juist zo belangrijk. Maar hoe vervang je dat dan? Hoe vervang je dat? Nee, want eigenlijk mis je nu je mist gewoon de structuur. Je mist het contact met de anderen. Je mist gewoon die hele dag waarmee je gewoon toch het gevoel hebt, goh, ik doe mee en ik ben erbij. En ik ben aan het leren. En, hoe lossen jullie dat op? Hoe we dat oplossen. We hebben bij elke jongere. En inmiddels hebben we nu over heel Brabant verspreid, hoor. Ze hebben nu 350 jongeren in begeleiding. Dus dat is best wel veel. En we hebben ook heel veel begeleiders in dienst. Die ook zorgen dat elke jongere gekoppeld is aan hem. Die heeft een eigen begeleider. En die heeft het contact met de jongeren. En dat doen we eigenlijk op allerlei manieren. Bij dag 1 hebben we natuurlijk met iedereen contact gehad. En gekeken hoe die erbij stond en wat het betekende. Want ook bij jongeren die bij werkgevers zitten, betekent het ook hartstikke veel. Bijvoorbeeld bij jongeren die bij een horecawerkgever zitten en ook in één keer alles moet sluiten. Ja. Maar we hebben ook heel veel jongeren die zitten bij een zorgcentrum. Bijvoorbeeld bij de ouderenzorg. Waar het ook best heel, het is op dit moment heel pittig om te werken. Maar je leest natuurlijk van alles over in de krant. Ja. Maar als je zo dichtbij zit, dan is het echt wel een... die maken gewoon heel veel mee. En daarin... dat doet echt een groot beroep op alle zorgmedewerkers. Ook in de verpleeghuizen, waar ook een heleboel jongeren van ons aan het werk zijn. Dus de ene jongere heeft in één keer helemaal geen werk, de andere heeft juist heel veel. En die moet extra hard en heeft het ook pittig om daar te zijn. Maar we hebben met iedereen contact. En we doen ook andere dingen dan normaal. Bijvoorbeeld, we gaan met sommige jongeren die echt ook fysiek het contact nodig hebben, gaan we ook uitwandelen. Maar we hebben ook woningen. En bij die woningen zaten ook in één keer mensen thuis die normaal gesproken gewoon een hele dag lekker aan het werk waren. En nu zijn er andere medewerkers die daar nu allerlei dingen doen. Bijvoorbeeld onze kok uit Ulfhout, die is nu op een woning aan het werk. En die is daar 's middags met jongeren aan het leren koken. Dus dat we toch op allerlei manieren proberen de daginvulling hebben. We hebben een besloten Facebookgroep gemaakt, waarin allerlei opdrachten zitten en... die ook te maken hebben met de vakgebieden waar we mee bezig zijn. Maar ook leuke dingen.
om er ook nog ook een kletspraatje erbij te kunnen doen. Ja. Waarin heel veel dingen gebeuren om te zorgen dat we vooral het contact met iedereen hebben en houden. Ja. Want dat is, we organiseren ook nog onderling allerlei dingen online. Bijvoorbeeld, gisteren was bijvoorbeeld een quiz die georganiseerd was met een aantal jongeren. En dat is ook echt een, om te zorgen dat je ook elkaar nog, dat je elkaar nog ziet. Want we hebben eigenlijk allemaal zo ontzettend behoefte aan contact met iemand anders. Hè? Ja. En dat geldt voor onze jongeren niet anders. En dat is wat ik iedereen ook zo gun. Dus we zijn op allerlei manieren bezig om te kijken hoe krijgen we dat contact voor elkaar. Dus daar, geweldig te horen, hè? Want ik begrijp, het is heel individueel af en toe geworden. Hè? Dus heel erg hele begeleiding. Maar de creativiteit die tiert ook welig. Hè? Want jullie zijn allerlei dingen... Nou, inderdaad, ja. Vanaf dag 1 zijn er allerlei nieuwe lesmappen gemaakt. En die zijn ook rondgestuurd naar iedereen. Degene die geen laptop had, die kon er eentje in buiklijn krijgen. Zodat iedereen mee kon doen die... die dat wil. En dat is, dus we hebben echt een gevoel. Ja, het is toch een. Het is anders, maar we zijn wel een gemeenschap. We zijn wel samen. Hey, als laatste, hè, want 5 minuten zitten er eigenlijk al op. Maar ik ben toch wel heel nieuwsgierig. Want leveren deze experimenten ook nog iets op voor na de crisis? Gaan jullie nog ergens mee? Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Want we hebben nu ook gemerkt dat online is natuurlijk niet altijd ideaal. Maar het is soms wel ideaal. Dus er zijn ook wel weer dingen die je daaruit leert. Dat je toch op een andere manier weer het contact kunt hebben. En en dat het ook leuk is en ook fijn. Dus daarin houden we ons ook aan vast. En dat, het kleine beetje positieve is dat het toch ook iets oplevert dan uiteindelijk misschien. Nou ja, zeker. En ik vind het naar onze mensen toe. Die zijn zo creatief. En die zetten zo hun beste beentje voor. Ik vind echt, ik ben ontzettend trots op iedereen. Op al onze medewerkers. En op onze jongeren. Echt geweldig. Dus daarin, dan zie je ook weer van hoe je dat ook samen kunt doen. Ja, dus dat is... Dankjewel Ella voor deze beschouwing in 5 minuten over. En die zijn helaas over. Maar in ieder geval bedankt. En u bedankt in ieder geval voor het kijken. En gezond blijven.